Welkom allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Brawl Stars video. Ik heb vandaag Bibi geselecteerd, want er is namelijk iets speciaals met Bibi. Eigenlijk niet heel erg bijzonder, maar ik heb Bibi kracht level 9. Maar het is bijzonder, omdat ik Bibi als enige nog maar kracht level 9 heb. Voor de rest heb ik al mijn knokkers kracht level 10. Jullie zien het hier, ik heb het hier op kracht level geselecteerd. De enige knokker die nog geen sterke kracht heeft, dat is Bibi. Maar laat het nu het geval zijn dat er op dit moment in de store een sterke kracht van Bibi is te koop. Dus dat is zo nice. Dus we gaan alle knokkers richting kracht level 10 krijgen. Ik ga deze sterke kracht kopen. En dan doen we er ook nog een leuke challenge mee. Want ik ga dan solo spelen met Bibi. En als ik een victory weet te halen, mag ik deze aanbieding kopen voor 10 euro. En dan krijgen we 4 megadozen. Nog wat coins. Die boeien niet echt, want ik heb zat coins. En edelstenen, die boeien je wel. Want daarmee kan ik natuurlijk nieuwe skins kopen. En normaal voor 10 euro krijg je ongeveer 170 edelstenen. Dus je krijgt 20 edelstenen minder. Maar je krijgt dan wel 4 megadozen en 200 coins extra. Dus dit is gewoon een hele lekkere aanbieding. Dus daarom ga ik deze dan kopen. Als we natuurlijk een victory halen met Bibi. Maar als jullie trouwens zin hebben in deze video, smash allemaal dat duimpje omhoog. 5000 likes zou super nice zijn als dat gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. Maar laten we maar beginnen met het kopen van de sterrenkracht. Als Bibi's homerun volledig is opgeladen, beschermt ze zichzelf tegen alle schade met 30%. Die homerun is natuurlijk dat je dan iemand wegslaat, dat die zeg maar wordt gelanceerd. Dus eigenlijk is het ook niet een extreem goede sterrenkracht. In ieder geval de sterrenkracht waarmee je veel sneller kan lopen met Bibi is denk ik veel chiller. Maar ja, weet je, boeit niet. Ik heb in ieder geval een sterrenkracht en dat is in ieder geval nice. Lekker man. Alles gewoon kracht level 10. Jullie zien het. Geen één knokker meer kracht level 9. Oh, dit is zo chill. En Bibi, die skin blijft ook gewoon super vet hoor. Maar we gaan dus met Bibi even solo shodo spelen en eens kijken of we kunnen winnen. Wat voor map is er? Ja, op zich nog wel wat bosjes. Op zich vind ik dit wel een leuke map om te spelen. Maar we gaan erachter komen of ik die victory met de nieuwe sterrenkracht van Bibi kan halen. Het zou geniaal zijn. Maar je krijgt dus gewoon minder damage tegen op het moment dat je je home run hebt. En zeg maar nu. Vanaf nu heb ik een schild en dan krijg ik minder damage tegen. Oh, je ziet het dus ook aan je schild. En nu is mijn schild weg. Dus het is op zich wel een duidelijk challenge. Maar op zich, ik denk dat het wel chill is. Sowieso beter dan dat het was. Ja, dat is natuurlijk altijd mijn sterrenkracht zo. Het is sowieso beter dan dat het was. Ik wil deze even hebben. Maar ik heb nu mijn schild, dus als het je ook zou hier even een hit doen. Wat gaan we verder doen? Ik ga eventjes op zoek naar meer krachtpunten. Ik wil gewoon even iets sterker worden. Want wil ik een victory halen, moet ik sowieso even iets sterker zijn. Maar trouwens, laat even weten in de comments welke knokker ik moet upgraden als volgende knokker rank 25. Want ik zag heel veel comments dat jullie wouden dat ik meneer P ging upgraden. Maar ik denk persoonlijk dat dat ook de leukste is. Maar even voor de zekerheid nog een laatste check. Laat het even weten in de comments. Zit hier iemand in de bosjes? Nee. Nu moet ik eigenlijk mijn schild weer even terug zien te krijgen. Die heb ik nu ook. Dus dan krijg ik 605 damage tegen. Dus dat scheelt daadwerkelijk. We gaan eventjes hierheen. En die Carol heeft trouwens een special. Dus daarvoor moet ik wel een beetje uitkijken. En er is ook nog een Craw. Dus dat is ook vervelend. Oh, maar er zit hier nu iemand. Oh, daar zit een Colt. Oh, dan moet ik uitkijken. Hij had zijn special. Nou, die special is nu weg. En ik heb een shield weer. Maar dan heb ik wel even één krachtpunt gestolen. Omdat ik die kill had gestolen van Colt. En trouwens, Colt kan ik misschien wel de gif inslaan. Als hij een beetje links gaat staan, dan zou dat misschien wel kunnen. En op die manier kan ik hem wel killen. Want het is natuurlijk wel gevaarlijk om nu van afstand het duel aan te gaan. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Oh, die Claw die is trouwens ook bijna dood. Ja, oh, die is nu dood. Nice, nice. Oké, dan kan ik even... Dit is wel een gevaarlijke move. Maar omdat ik die shield heb, krijg ik natuurlijk minder damage tegen. Dus het was het waard, want ik heb nu 5 kracht met. En het zou wat zijn als ik gewoon in het eerste potje meteen een victory haal en meteen die aanbieding ga kopen. Als dat gebeurt, dan ga ik zo meteen gewoon nog een potje doen. En dan doen we nog een beloning die ik kan vrijspelen. Want anders vind ik het wel echt heel snel voorbij. Maar ik wil eigenlijk eerst dat die andere twee het even met elkaar uitvechten. Dus ik ga eventjes hierheen. En dan hoop ik dat dat gaat gebeuren. Want dat zijn echt twee afstandsknokken. En daarmee kan ik natuurlijk nu niet het duel aangaan. Ik heb het trouwens wel bijna mijn special. Daarvoor moet ik nog één hit doen. Wat gaan we doen? Oeh, die Carol is nu bijna dood. Oké, dat duel wil ik nu wel aangaan. Ja, nice. Even... Oh, man. Ik liep echt net die kogelregen in. Oh, dit is echt fucked up. Oké, maar ja, is niet anders. Dan zijn we nu tweede geworden. Maar we gaan doorstrijden. Oké, die victory hebben we dus niet meteen in één potje. Het had wel gekund. Gewoon meteen tweede. Maar we gaan dan even doorstrijden. En dan gaan we kijken of we op de een of andere manier toch nog die victory kunnen halen. Ook al doe ik misschien 10 potjes over. Ik wil het gewoon halen. Ik weet het trouwens goed gemaakt. Ik mag maximaal 10 potjes doen. Maar binnen 10 potjes moet ik
ik wel een victory halen. Normaal haal ik ongeveer 1 op de 3, 1 op de 4 potjes een victory. Dus dat moet eigenlijk nu ook wel goed komen. Dat kistje hier laat ik even liggen, want ik wil deze twee openen. Stel ik open deze allemaal, dan heb ik gewoon 6 krachtpunten meteen. En met Bibi kan je best wel snel van die kist openen. Dus ik denk dat dit heel lekker gaat worden. Ja, deze gaan we ook krijgen. Dan heb ik al 4 krachtpunten. En deze wil ik eigenlijk ook krijgen. Dan heb ik een 6. Oké, nice. Nu ben ik behoorlijk sterk. Voor Dynamax moet ik trouwens wel uitkijken, want daar kan ik niet veel mee. Maar ik heb nu ook mijn shield. 6 krachtpunten. Oh, dit is echt heel lekker. Ik ga vanaf nu gewoon wel een beetje defensief spelen. Dus als er iemand hier naartoe komt, dan val ik hem aan. Maar ik ga niet rondrennen, want dat moet je als Bibi niet echt doen. Omdat hij meer close range is. Maar ja, dan zien jullie me zo meteen wel weer als er weer wat gebeurt. Oké, er is nu een spike hier zo. Die kunnen we misschien hebben. Even uitkijken, maar ik heb hem wel. Oké, nice. Oh, dat was wel even een beetje gevaarlijke move, maar hij zat de hele tijd op mij te schieten. Dus ik dacht, ik push hem gewoon en ik heb die kill dan ook nog. Dan hebben we nu 7 krachtpunten en nog 6 mensen over en ik sta in het midden. Eigenlijk alles gaat perfect. Er is niks wat niet perfect gaat. Die El Primo, als hij hierheen was gelopen had ik hem kunnen killen. Maar wat gaan we doen? Hey, eigenlijk kan ik het best ook gewoon die lui een beetje met elkaar laten vechten. En dan tot slot aan het eind tevoorschijn komen. Of die El Primo gaat nu dood. Maar die Bo gaat nu ook dood. En die Karel die vlucht hem. Maar dan heb ik wel mooi deze krachtpunten gestolen. Heb ik nu 9 krachtpunten. Dit moet hem worden. Vorige potje zijn we tweede geworden. Dan moet dit haast wel een victory worden. Oh, donders. Dat was wel slim gedaan van die Karel. Oh, alweer. Nou, dan ga ik eventjes hier in het midden staan. Hier kan hij me niet raken. Oké, dan is dat in ieder geval gefixt. Wat gaan we doen verder? Ja, hij kan nu niet zoveel. Hij zit behoorlijk opgesloten. Maar die Shellys, die blijven gevaarlijk. Oh, dat moet ik nu niet gaan leggen. Dit is net zo'n belangrijk moment. Ga niet leggen. Oké, gelukkig. Hij doet het weer. Die Shelly, die moet eigenlijk niet zo special hebben. Maar die Carol is ook schijtirritant. Maar als ik eerst op die Carol ga, dan heb je kans dat die Shelly zo meteen zijn special op mij gaat inzetten. En die heeft hij nu ook. Die Carol, die kan ik trouwens hier even de gif in slaan. En dan is hij wel dood. Ja, die is nu wel dood. Oh, no, die killde zichzelf bijna. Ik zou even mijn special inzetten. En... Oh, dat is. Ik killde hem bijna met mijn special. En alsnog kill ik hem maar omdat hij in de gif liep. Oké, nice. Maar dat maakt helemaal niks uit. Want ik heb een victory. Oh, no. Ik moet misschien vaker met Bibi gaan spelen. Want ik heb nu 2 potjes gespeeld. 1 keer eerste en 1 keer tweede. Dat is hartstikke goed natuurlijk. Maar dit is wel echt heel lekker. Want we gaan nu in 1 keer bad een aanbieding kopen. En ik weet het goed gemaakt. Ik doe hierna nog 1 potje. Ik mag nog 1 laatste potje doen. En als ik die win, mag ik die token verdubbelaar van 3.500 kopen. Dus dat is dan ook nog een leuk extraatje. Dat is dan voor het laatste potje. Dan doen we in totaal 3 potjes. Maar ja, als het zo goed gaat als de vorige 2 potjes, zou het zomaar kunnen dat we gewoon weer een victory gaan halen. Maar deze aanbieding gaan we dus kopen. 4 megadozen. Dan moet je eigenlijk nog wel 1 sterrenkracht krijgen. Het zou wel geniaal zijn als we dan ook nog die andere sterrenkracht voor Bibi krijgen. Zeg maar de sterrenkracht waardoor je sneller gaat lopen. Dat zou echt heel chill zijn. Maar dan gaan we achterkomen. Ik verwacht eigenlijk gewoon vooral coins. Maar jammer, in de eerste krijgen we meteen een sterrenkracht. Dat is echt heel lekker. En trouwens, misschien is jullie opgevallen. Ik heb een Bowser Army kleding aan. Het is leuk. Ja, ik ga er niet te veel reclame van maken. Maar mag je het willen kopen? Dat kan. Link staat in de beschrijving. We hebben de sterrenkracht voor Leon. Nice. Leon super. Als hij is geactiveerd, herstelt zijn gezondheid met 1000 per seconde. Dat is echt insane. Oké, dan weet ik het leuk gemaakt. Dan ga ik nu zo meteen even een potje spelen met de sterrenkracht van Leon. En dan probeer ik een victory te halen met Leon. Maar dit is wel echt een super overpowered sterrenkracht. Dit is echt heel lekker. Gewoon 2 nieuwe sterrenkrachten nu al. Muntjes nog een keer. Edelstenen. Ja, muntjes krijg je sowieso 500 plus uit de megadoos. Als je natuurlijk geen kaarten krijgt. Dan krijg je zoveel. Nog wat edelstenen. En tot slot nog een sterrenkracht. Nee, dat niet. Maar ja, we hadden er al in gekregen. Dus eigenlijk mag ik helemaal niet zeuren. Maar dit is wel echt heel lekker. Maar dan ga ik even Leon selecteren. En dan gaan we dus deze doen. Oh, dit is echt heel chill. Dan ga ik even kijken of ik victory kan halen. Ik heb hem wel redelijk hoog qua, zeg maar, level. 650. Even meeste trofee. Ja, 650 is best wel aan de hoge kant. Maar we gaan kijken of het me gaat lukken om met de nieuwe sterrenkracht van Leon de victory te halen. Dit is wel echt heel chill. Ja, ik had, om eerlijk te zijn, niet verwacht dat we uit 4 megadozen een nieuwe sterrenkracht zouden krijgen. Aangezien ik natuurlijk ook al vet veel sterrenkrachten heb. Ik heb nog lang niet van alle knokkers beide sterrenkrachten. Maar ik heb dus van elke knokker minimaal 1. En dat is wel echt leuk. We moeten even uitkijken voor die Daryl daar. Die Rosa. Die gaat daar vandoor. Dus we kunnen deze mooi openen. Oh, daar was trouwens bijna iemand dood. Wat gaat die roze doen? Geen idee, maar ik kan dit kistje wel even mooi openen. En er was nog een Shelly. Ik moet wel echt uitkijken voor die roze, want die blijft gewoon gevaarlijk. Die Shelly, waar zit die nu? Die zit daar. Die heeft wel zijn special. Maar ik kan hem misschien gewoon lekker een beetje bij blijven pushen vanaf hier. Wat gaan we doen?
Oh, die Dynamite die kan er misschien ook wel een mooi paar keer hitten. Maar ik moet een beetje voorzichtig spelen. Want wil je natuurlijk eerst of tweede of derde worden. Maar ik wil natuurlijk eerst worden. Maar wil je in de top eindigen, dan moet je nooit te aanvallen spelen. Dan heb je altijd kans dat je dan gesandwiched wordt. Of dat je dan in één keer twee mensen van beide kanten krijgt. Je moet ook een beetje defensief spelen en een beetje doorhebben waar iedereen zit. Dus ik ga nu niet volledig achter die Shelly aan, want waarschijnlijk kill ik hem toch niet. Ik ga gewoon een beetje hier rustig afwachten. Oké, volgens mij zag ik hier net iemand. Ja, hier zit een Rosa, dus daar moet ik wel een beetje voor uitkijken. Ondanks dat ik 3 krachtpunten heb, is die Rosa gevaarlijk en die blijft ook gevaarlijk. Nu wel iets minder. Ik heb trouwens mijn special, maar die ga ik nu niet inzetten voor die Rosa. Maar op zich, ik kan hier wel een beetje in de buurt blijven. En dan zorg ik er gewoon voor dat die Rosa niet echt de kant op kan. En dan, ja, want ik weet dat hier, ja, in het midden zal waarschijnlijk iemand zitten. Maar voor de rest zit hij boven niemand. Dus dan heb ik mooi een beetje de bovenkant. Die Rosa die zit nu volledig opgesloten. Maar ja, als ik daarheen ga, dan heb ik natuurlijk kans dat ik ook eraan ga. Dus ik zal die Rosa nu even een beetje gaan pushen hier. Oeh, die Tara. Ik zal nu even mijn special. Oh, nee. Oh, die Tara ging dan net op mij. Ja, dat was mijn valkuil. Kijk, dit is dan de Dano, hè. Oh, en die had ook gewoon vet veel krachtpunten. Maar als die Tara op die andere was gegaan, had ik misschien nog kunnen winnen. Maar nu helaas niet. Maar in principe vierde nog steeds prima. Geen één potje dat we echt slecht hebben gespeeld. Dus dat vind ik wel voordeel. Maar wel jammer dat we geen victory hebben gehad. Ah, weet je wat, schijt? Ik doe nog één potje. Ik had 2 kansen. Had ik natuurlijk met Bibi. Dan vind ik ook dat ik 2 kansen met Leon heb. Dus we doen tot slot een allerlaatste potje. En dit wordt echt het allerlaatste potje. En dan hoop ik dat ik dan toch nog die victory kan halen. Want ik wil eigenlijk gewoon die 3.500 token verdubbelaar. Oké, even uitkijken voor Daryl. Maar op zich, dit gaat wel prima. En dit is helemaal prima. 3 krachtpunten erbij. Liggen hier nog kistjes? Ja, die liggen hier zeker. Dit is ook wel chill. Dan kunnen we namelijk hier mooi al die kistjes openen. En die doen nu al zoveel damage. Ik heb in 2 schoten gewoon zo'n kistje open. Ik zal hier die Tara even gaan irriteren. Ja, hier is er trouwens een Shelly. Dan moet ik ook even vooruit kijken. Maar we hebben nu in ieder geval 5 krachtpunten. En hier liggen er gewoon 2. Hallo, ik wil ze hebben. Ik wil ze hebben. Ik wil ze hebben. Ik wil ze hebben. Ik moet even uitkijken voor die Barley. Maar dit gaat wel lukken. Nice. 7 krachtpunten. Lekker. Oké, nou ik ga hier niet heen. Want dat vind ik te gevaarlijk. Er liggen zoveel bosjes. Er kan echt iemand in schuilen. En ik kan ze niet allemaal checken. Oh, daar zat inderdaad iemand. Wat gaan we doen? Ik kan mijn special inzetten. Maar ik kan hem ook proberen te killen zonder mijn special. Want ik doe namelijk vies veel damage. Ja, inderdaad. Nice. 9 krachtpunten. Dit potje moet er eigenlijk wel worden. Dit kan haast niet meer fout gaan. Oké, en ik zie dat daar nu Leon en Barley aan het vechten zijn. Ik zal even mijn special inzetten. En dan gaan we die Barley even killen. Oh, dan moet ik wel even een beetje uitkijken. Maar ik heb hem gekilled. En dat betekent dat ik nu mooi al deze krachtpunten heb kunnen jatten. Waar is die andere knokker? Ik heb serieus... Oh, daar is die. Hij had zijn onzichtbaarheid. Maar ja, ik was zoveel sterker. Dus dat betekent... Hebben we deze victory ook. Hebben we het al 4 potjes gespeeld. 2 keer eerste, 1 keer tweede en 1 keer vierde. Nou, dat vind ik prima uitslagen. Mooi wat plus trofeeën er weer bij gekregen. Dus dat is hartstikke prima. Maar dat betekent dat we deze aanbieding ook nog mogen kopen. Dan is dit best wel een lijpe video met best wel dure dingen. Met 3.500 token verdubbelaars. Dat betekent gewoon 35 blauwe doosjes extra. Dus in principe is dat wel echt hartstikke chill hoor. Weet je, voor de aantal edelsteen en wat je ervoor kwijt was. Sowieso een goede aankoop. Dus daar ben ik erg blij mee. Mijn doosjes die bewaar ik nog even. Die ga ik binnenkort weer allemaal opmaken. Dan gaan we gewoon weer een mega box opening doen. Maar ik heb hem momenteel 19, dus dat ga ik nog niet doen. Ik ga gewoon weer sparen voor 100 of 200 dozen. En dan gaan we dat allemaal weer een keertje in één video opmaken. Maar dat heb ik nu nog niet. Maar dat komt er wel binnenkort wel een keertje aan. Maar dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet meer zal dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soort gelijke video, dus waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneer. Knopje, dan kan je abonneren en dan blijf je op de hoogte van al mijn video's en word je natuurlijk lid van de Bouws Army. Let's go!